Goedemiddag iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Ja, het is middag, het is 20 voor 1 en dit is still my face. Ik heb me nog niet klaar gemaakt voor de dag, ik zit ook echt in mijn chill kleren nog. Ik heb wel hele ochtend gewerkt, mails gedaan, gemonteerd. Ik moest nog best veel doen, ook nog dingen voor boekhouding en zo heb ik allemaal gedaan. En nu ga ik middag eten. En binnen een tweetal uurtjes moet ik bij de homeopaat zijn. Ik heb vandaag nog eens een afspraak bij de homeopaat. Dat is al even geleden ondertussen. Dus ik heb wel zin om te gaan. Allee, dat klinkt misschien raar. Maar ja, ik heb gewoon heel veel vragen over mijn zwangerschap. Over mijn darmen vooral ook. En al die dingen. Dus ben ik blij dat ik bij de homeopaat terecht kan vandaag. Voor hulp en wat inzichten daarover. Maar ik ga nu eerst soep eten. Ik heb dikke oma soep, zoals wij het noemen. Mijn oma maakte deze soep altijd en ik denk dat dat graupensoep is met linzen erin. Het is echt een hele dikke soep. Voor mijn Duitse volgers, jullie kennen dat normaal gezien wel. Mijn papa doet dat altijd dan ook zo in zo'n echte kom zoals mijn oma dat deed. Super leuk. Doet me echt eraan denken, ja, mijn oma is er niet meer, spijtig genoeg, maar mijn papa maakt nu altijd die soep ook. En dat is echt mijn favoriete ding vanaf dat de herfst en de winter begint, dat ik terug deze soep kan eten. Ik ben zo klunzig de laatste tijd. Dat is echt niet normaal. Heeft dat nu met de zwangerschap te maken? Maar echt, ik smos alles. Ik laat dingen vallen. Oh, nu heb ik ook weer soep gesmost. Kijk, ik zit ook terug op mijn bal. Want ik heb echt meer en meer rugpijn elke dag. Oh. Zo in het midden van mijn rug. Ja, lage rugpijn. En in het midden eigenlijk. Dus ja, terug de bal boven gehaald om terug hier maar goed op te zitten. Want ik weet dat dat helpt. Ik ga nu even als ontspanning een aflevering van Valeria kijken. Dat is seizoen 2 van. En daarna ga ik me klaarmaken en nog wat foto's maken. En dan terug. Ah nee, dan naar de homeopaat. En naar de winkel moet ik ook nog. Muffin! Muffin zit op de kast. Muffin? Ah wel. Allee, dat mag niet, hè. Dat doet je toch nooit. Stout, hè, Muffin. Dat is de eerste keer dat ik u dat zie doen. Zeg. Ja, dat is niet flink, hè, Milk. Man, man. Kijk, ik ben terug in de auto van bij de homeopaat. Waar is mijn gsm nu? Even zoeken. Amai, ik ben moe. Echt moe. En wat was zeer goed, zeer leerzaam ook over bepaalde dingen. Ja, gewoon good to know bepaalde dingen over mijn lichaam en zo. We hadden ook nog even teruggekeken van juist voor ik zwanger was, hadden we een bloedafname en zo gedaan. En hadden we ook even gekeken hoe en wat. En hoe mijn bloed toen was en al. Dus ik ga nu ook nog wat supplementjes bijnemen, zoals vitamine D en zink en vitamine C. Die mogen nu in de zwangerschapsperiode.
Dus dat ga ik nog bij bestellen en dat ga ik ook nemen. En dan, ja, voor de stoelgang heb ik zo'n oplossing gekregen. Een natuurlijke oplossing met chiazaad en lijnzaad en zo. Dus let's hope dat dat gaat helpen. Want soms kan ik echt TMI, too much information misschien. Maar soms kan ik echt gewoon 5 dagen niet naar de grote wc. En dat sukt echt, geloof mij. Mijn buik is nu al groot met zwanger zijn, maar dan is die nog opgeblazen en pijnlijk en hard. En dat voelt echt niet goed. Dus ik hoop dat dat gaat helpen, want ik heb al heel veel geprobeerd. Nou, we gaan ook een beetje met een aangepast voedingsschema, voedingspatroon werken. Om ervoor te zorgen dat ik genoeg vezels en zo binnenkrijg. En natuurlijk genoeg water. Ik drink 1 liter Hepar sowieso per dag. En dan zou ik nog, ik zou toch aan 2 liter moeten zitten. Nog beter zou 3 liter zijn. Dus probeer ik. Ik drink altijd sowieso 1 Hepar. En dan denk ik nog wel bijna 1 liter gewoon kraantjeswater. Dus ik denk wel dat ik daaraan kom. Oké. Nu ga ik eerst naar de winkel. Ik ga naar de Lidl. Ik was aan het denken om mijn chiazaad en lijnzaad en al die dingen die ik nodig heb voor dat preparaatje om naar het toilet te kunnen. Om dat te gaan halen bij de... Zo, ja, dat noemt dieetcentrum aan in Beringen. Maar dat is gewoon eigenlijk zo'n... Noemt je dat zo'n voedingswinkel met vegan dingen en gezonde dingen en zo'n toestanden. Dus ik was eerst aan het denken om dat te gaan halen, maar ze zijn aan het werken daar, dus dan zou ik helemaal moeten omrijden. Dus ik ga dat gewoon online bestellen, denk ik. En dan ja, zal dat ook wel morgen of overmorgen in huis zijn. Dus dat ga ik doen. Oké, nu stuurt de GPS mij toch langs het dieetcentrum aan. Heel raar. Ik dacht dat ze hier aan het werken waren en dat ik hier niet langs kon rijden. Maar het is toch. Dus dan ga ik ineens maar mijn chiazaad en allemaal halen. Denk je dat je naar de winkel gaat en je vergeet een zak? Ik krijg elke keer, ik heb thuis 100.000 zakken. En ik vergeet elke keer één mee te nemen. Dus nu zit alles er maar zo los in. Maar ik heb binnen een zak genomen, ga ik dat voor vertasten. Oké, ik heb alles binnengedragen. Behalve dat pak water en kattenzand, want dat weegt echt veel. En als ik dat ophef, dan voel ik dat echt super hard aan mijn buik. Dus dat laat ik staan voor Niels. Maar Niels zegt dat zelf, van laat dat maar staan. Ik denk dat iemand hier graag een kopje wil, hè? Hé! Hey. Wat moet je hierop staan? Ik wist het, jij was aan het wachten, hè, mijn kakke. En Milky ook. Oh, schatjes toch, hè. Mijn kleine schatjes. Ja. Maar ik ben moe. Ik zou graag een dutje willen. Pardon, maar ik zou een dutje willen gaan doen. Maar dat is al niet mogelijk zijn, want we gaan zelfs naar Niels zijn thuis. Want Niels zijn mama is jarig vandaag. En we gaan daar eten. Vieren, een stukje taart eten en zo van die dingen. Trouwens, het cadeautje al klaarleggen. Ik zal het zelfs laten zien. Ik heb een armbandje laten maken bij Hanne Detail. Super mooi, echt.
En dan heb ik ook nog een klein bosje bloemetjes meegebracht. Van de Lidl wel, maar ik vond ze er wel heel mooi uitzien. Dus dat is maar kleinigheidje, want dat armbandje, dat was wel al... Dat is heel mooi, die armbandjes van Hanne de Taille. Super goede kwaliteit wel. En ik heb ook zo eentje met meter. Van, het stelt niet scherp, maar van Celine. En mijn zus heeft ook een met Meti van ons. Maar die kosten wel wat, maar ze zijn het ook wel waard, want het is wel echt kwaliteit. Oké, ik ga de boodschappen uitladen. Maar ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gekocht voor deze week. Niet zoveel, omdat we vandaag bij Nielsen thuis eten. Morgen ga ik op restaurant met Alessandra en Celine. En dan gaat Niels gewoon die vriespizza maken die we nog hadden. Vrijdag gaan we ook eten, dus eigenlijk hebben we alleen maar eten nodig voor 's middags. En voor donderdagavond. En heel misschien zaterdag of zondag. Ik ga jullie even hier zetten. Ik weet dat jullie mij niet zien nu. Maar mijn buik zien. Oké, als eerste hebben we tortellini. Ah nee, dit noemt niet tortellini. Dit noemt cappelletti. Maar... datzelfde gok ik. Dan heb ik zwarte chocola met nootjes en dan ga ik eten al ineens. Ik ga wel eerst mijn handen wassen. Dat heb ik nog niet gedaan sinds ik van de winkel ben. Als ik dat gedaan, ga ik zo eentje eten. Oeh, die zijn apart verpakt. Hoe leuk. Ik heb echt zoveel zin in zoet de hele tijd. Echt slecht. Maar ja. Oké, dan hebben we courgette. Ik heb er 5. Dan ik ga courgette soep maken. En dan één dag gaan we paprika en courgette in de oven maken. Die courgettensoep is voor 's middags. Dus dan kunnen we dat 's middags eten. Dan heb ik bananen. Ik heb er 2 die al iets rijper zijn. Die we eventueel morgen kunnen eten. En deze zijn een beetje groener. Dan choco, want die was op. Peanut butter, want die was op. Honing, want ook die was op. Dan heb ik yoghurt voor Niels, aardbei en kers. Nog een too special. Muslirepen voor Niels, voor eventueel op het werk. Nootjes, nootjesmix. 1 zoete aardappel, ik heb er nog 1. Dus dan kan ik van die 2 puree of zo maken. En dan heb ik filet op d'enfer of zoiets voor Niels. En filet de saks. Ik eet dit niet, dat vlees. Maar Niels wel. En dan nog ajuin. Dat is nodig voor de soep. Ik ga denk ik nog snel soep proberen te maken. Ja, want Niels is zelfs thuis. En ik denk binnen een uurtje dat we wel naar de ouders gaan vertrekken. Als ik snel ben, dan heb ik nog soep. Zodat Niels morgenmiddag iets op het werk heeft. Dus, en ik zal ook nog even laten zien. Ik ga jullie hier terugzetten dan. Wat ik van dieetcentrum aan had. Ik heb wild apple en cinnamon thee. Ik moet wel eens opzoeken, want ik weet dat kaneel, het kruid, niet mag als je zwanger bent. Dus even kijken als dat kwaad kan als aan thee zit. Dan heb ik Christmas tea, van Yogi tea. Het zag er gewoon kei leuk uit. Dus ik dacht dat die wil ik proberen. En dan Throat Comfort, ook van Yogi Tea. Die heb ik wel vaker voor als iemand keelpijn heeft of zo. En die thee werkt wel heel goed. Niemand heeft keelpijn momenteel. Maar ik wil dat wel altijd voorradig hebben. Dan heb ik chiazaden. Lijnzaad. Bonbons. Met vitamine C.
weet niet wat het is, maar dat lag aan de kassa. En ik ben zo'n sucker voor kassakoopjes, zoals die chocolaatjes, die liggen ook aan de kassa. In de Lidl. En dan heb ik muesli, havermuesli, choco voor bij de yoghurt. En dan heb ik mais voor popcorn te maken voor het weekend of zo. Dacht ik, heb ik nog wel eens zin om popcorn te eten. Oké, dat was mijn winkelhaul, hè. Nu ga ik alles opruimen en wegzetten. Ja, ik dacht ik ga er nog heel snel op zetten dan. Dan is dat... Jij smaakt naar chocolaat. Ja, ik heb chocolaat gedaan. Dat is nog eens gedaan. Haha, ik smaak het. We gaan even wat terug. Oké, de soep staat op. Het is gewoon rode ajuin. Ik heb uiteindelijk maar 2 groene courgetten gebruikt en ik had nog een gele liggen. En die geel dus eigenlijk maar 3 courgetten. Dan 2 teentjes look, 2 groentebouillon blokjes peper, zout en zo een kruidentuiltje. Dat is tijm, laurier en ik denk ook rozemarijn. Maar dat haal ik er op het einde natuurlijk wel uit. We zijn terug thuis ondertussen. Het is 11:30. Ik ben moe. Dus we gaan slapen. Ik heb nog de afwasmachine leeggemaakt en de soep die ik had gemaakt nog een potjes gedaan en zo. En Niels heeft nog de kattenbak zuiver gemaakt en de vuilzakken buiten gezet, want dat moest ook nog gebeuren. En nu is hem nog eens aan het checken op zijn PlayStation. Want ik had FIFA 2022 besteld, maar in de store is dat blijkbaar, wat is dat, goedkoper. Dus dan, hè? Denken we. Weet ik niet. Ben ik aan het zien. We zijn aan het zien. Want dan kan ik die bestelling best annuleren. Wie is dat weer al? Die kerel? Mbappé. Maar Mbappé. Dat klopt niet, hè? Dat is duurder hier, of wat is dat nu? Ja, maar dat kan wel hoor. Ik dacht dat het 53 of 63 of zo was. Ik weet het niet meer juist. Dat moet je wel zien, hè. Wat? Je moet dat zien, hè. Wat moet ik zien? Ja, hoeveel dat is, hè. Want dat is 53, dan moet het maar dat is in het Italiaans. Want 63. Ah, oké. Dat is een extra download dat je kunt krijgen. Oké, maar ik ga hier wel de vlog afsluiten. Hopelijk vond je het leuk, dus ik een thumbs up. Vergeet het niet te abonneren. Is er alleen mijn nodig of zo? Nee, ik wou de vlog met je afsluiten. Alleen mijn nodig of zo? Ga je wel aan het FIFA spelen? Wil je wel eens gerust laten? Het is laat, hè. We moeten gaan slapen. We need to sleep, hè. Ja. Mom is tired. Ja. Ja. We zien jullie volgende keer weer.